Wat is fotosynthese en waarom is dit zo belangrijk? Fotosynthese is het proces waarbij planten water en koolstofdioxide onder invloed van energie uit licht omzetten in zuurstof en glucose, suiker. Deze glucose wordt vervolgens door de plant verder omgezet in bijvoorbeeld zetmeel of cellulose. Het water wordt door de plant opgenomen door middel van de wortels. Die transporteren het water via de stengels naar de bladeren waar de fotosynthese plaatsvindt. Als we iets dieper ingaan op het proces van fotosynthese, zien we dat fotosynthese bestaat uit een lichtreactie en een donkerreactie. Via de app kies je vak, stel je vraag en krijg direct hulp. Mr. Chat, geen probleem.